Huh? Was er... Nee! Nee! Het was een... Nee! Boys, nee! Ik ben hier getrapt! Nee! Wat is dat mensen en welkom terug bij een nieuwe video. Vandaag is het weer tijd om de Reddit te gaan checken. En ik heb daar echt super veel zin in, want mijn boxwedstrijd is al bijna. Over 2 dagen namelijk al. En ik weet sowieso dat jullie daar memes over hebben gemaakt. En voor degenen die het nog niet weten, de beste meme van elke video krijgt €50. Dus join de Reddit en plaats je memes. Maar goed, we gaan beginnen. Joey als hij moet poepen. Oké, maar even, wat is dit ook echt voor gezicht? Oh, 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 oh. Ik zal in de video waarin ik reageerde op de sterren van, hey, het lijkt echt alsof hij bijna moet huilen. Maar jullie maken er gewoon poepen van, wat ook eigenlijk klopt. Het lijkt net alsof hij alles aanspant of zo. Maar tegelijkertijd lijkt het nog steeds alsof hij bijna moet huilen. Het is alsof hij moet huilen en poepen tegelijk. Wie weet was dat ook wel het geval. Hanwe in real life, super onschuldig. Hanwe in zijn video's, oh oké, wat heftiger. Hanwe in het gesprek in real life met Joey. Oh, kastoe. Hanwe in het gevecht versus Joey. Ah, ik ben zo hyped voor dat gevecht, hè. Ik heb zoveel zin om gewoon in die ring te staan en Joey klappen te verkopen. Oh ja, en trouwens, voor degenen die het live willen zien, je kan een ticket halen via de link in de beschrijving. Gebruik daarbij de code TEAMHANWE voor €2 korting. Wel allemaal in hoofdletters. Maar goed, we moeten nog heel even wachten. Het is bijna. Smooth Hanwe. Oh, ik weet volgens mij ook gewoon wat er gaat komen, hè. What up mensen, mijn naam is Nessim en welkom bij Boxing Influencers The Face-Off. En ik moet zeggen, dit is persoonlijk mijn favoriet. Deze jongens hebben een geschiedenis. Deze gaat spannend worden. Deze gaat top worden. Nee, spoelt niet terug, nee! Voilà, mensen, mijn naam is... Deze gaat sowieso inzoomen. Boxing Influencers The Face-Off. En ik moet zeggen... Nee, ze zoomen in, nee! Ah, shit, ik ben exposed! Hey, shit, man! Kijk, weet je wat het ding was? Ik dacht dus, oh, oké, ze beginnen gewoon met een shot van Nessim. Ik wist niet dat ik ook in beeld was. Dus ik dacht, oh, oké, nog even mijn haartjes moet naar achter doen. Nee, ik ben exposed. Oh, shit, man. Ik hoopte nog, oké, misschien merkt niemand het. Nee. Ah. Ik ben tegen dikke Hanwe memes. Hanwe is dik. Nah. Hanwe heeft een goede isoleerlaag. Yeah. Ja, kijk, je weet wat ze zegt, toch? Het is het laagje om een sixpack eronder te beschermen. Ben gewoon voorzichtig met mijn lichaam. Hanwe is een interview met Joey. Gek tijger. Hanwe is een video. Nee, nee, zo is niet na. Kijk, zo lief ben ik ook weer niet. Kom op, mensen. Het epische gevecht tussen Hanwe en Joey. Hanwe, de papzak. Wacht, waarom? Mensen, jullie weten, ik zie er niet meer zo uit. Joey, de vuile dief. Waar is Joey? Hey, dit ga ik vieren. Nee. Oké, weet je wat er echt heel toevallig is? Er zit toevallig echt een McDonald's naast de plek waar we gaan vechten. Gewoon letterlijk op loopafstand. Maar dat betekent niet dat ik erheen ga. En als ik er nu wel heen ga, hè. Oh shit. Point of view. Je bent Steven bij de 1 miljoen abonnees. Ja, zoals jullie weten, bij de 1 miljoen. Eieren over Steven. Hey, en we zijn trouwens echt super dichtbij. Dus ben je nog niet geabonneerd? Abonneer nog even snel op mijn kanaal. Dan kan je zeggen dat je geabonneerd was voordat Joey klapte. Voordat ik de 1 miljoen abonnees had. En dan ben jij gewoon een deel van de reden waarom wij eieren over Steven gaan gooien. Hanwe is illegaal bezig. Oh, cool. Gaan we. Kom, let's go. Oh, kijk. Hier gaan we, mensen. Kom maar. Loop maar door. Loop maar door. Yeah. Ja, de badkamer in allemaal. Oh, smurrie. Oh, het begint eruit te spuiten van alle kanten gewoon. Dat gaat ook zo smerig plakken overal. Hé, dit is niet wat er in de echte video gebeurde, ik zweer. Hé, wie heeft jij dat gemaakt? We gaan door. Joey crack meme. Hé, waar blijft Joey? Wat is dit? Stel je voor, dit is wat je te zien krijgt voordat je een film begint. Aanschouw, vrouwelijke Gio. Gina, oh, nou, hey, die ziet er nog best smooth uit. Wanneer je een lamp Hanwe en Gio combineert. Oké, kijk, ik snap Gio. De ogen, die zijn super ver uit elkaar. Maar waar pas ik in dit oh. Bedoelen ze die knopjes in het midden, dat dat mijn snor is of zo? Oké, Hanwe gaat sowieso winnen. Hey, kijk, toekomstige beelden van het gevecht. Oh, maar waarom van alle hoofden die ze konden gebruiken, pakken ze weer de hoofd van toen ik op de wc zat? Ja, ik herken hem. Hier klopt iets niet. Steven 17 is verslaafd aan appen, 2 jaar geleden. Steven 16 kan niet zwemmen, 1 jaar geleden. Kijk, weet je wat het is mensen? Steven heeft een speciale gave. Normale mensen worden elk jaar een jaar ouder. Steven wordt elk jaar een jaar jonger. Volgens mij is Steven nu 15 of zo. Hanwe die zijn bike laat zien. Reddit van Hanwe. Beste koppel. Kijk, dit is dus niet het beste koppel. Want elke keer dat ik mijn buik laat zien, word ik toch alleen maar geroost. Vinden jullie het heel gek dat ik mijn buik nooit show? De engste dingen op aarde. Een zwart gat. De Joker. Een haai. Een moordenaar. Een skelet. Hé, wacht, waarom staat skelet zo hoog. Nathalie! Wat is dit ook echt voor kop van Nathalie? Hanwe in het nieuws. Hanwe Chang wordt dik genoemd en zwaar gepest door zijn volgers. Nee, waarom ook weer die foto? De 20-jarige Hanwe Chang uit Nederland wordt op YouTube gepest. Inmiddels 21. Het gaat hierbij om de dikte van de man. Zijn volgers op YouTube zeggen dat hij te zwaar is en een dikke buik heeft. Aan de hand van de foto hierboven wordt hij gepest. Nou, ja... wel meerdere foto's. Een van zijn volgers begon hem ermee te pesten. En nu doen bijna al zijn volgers het. Op het begin vond hij het zelf wel grappig. Maar nu heeft hij er wel genoeg van. Hey, op de dag van het gevecht, hè. Ik laat jullie zien. Mijn buik is een beetje gekrompen. Speciaal voor Nathalie. Een nieuwe woordgrap meme. Hange. Hand takeaway. Oké. Die is nieuw. Die heb je nog niet gehad. Hand takeaway. Wanneer ik een ijsje zie. Oh. Nathalie, wat zijn die voor gezichten? Oude Hanwe. Nou, oude Steven. Yeah. Gio big in zijn familie. Pig. This is my little brother George. This is Mommy Pig. And this is Daddy Pig. Hey, waarom ben ik de grootste? Was vroeger Hanwe's idool Glenn van Dijn. Oké, mensen. Ik kan dit uitleggen. Kijk, zoals jullie zien. Ik was al smooth voordat Glenn smooth was. Ik was gewoon de OG smooth boy. Oké, ik kan het toch niet uitleggen. Chinese muur. Nah. Zo flauw, oké. We houden je in de gaten. We weten allemaal dat Hanwe bij de 1 miljoen subs eieren over Steven gaat gooien. Maar je had ook nog wat anders beloofd. Als je 100.000 volgers krijgt, gaat Hanwe wc-rollen over Steven gooien. We houden je in de gaten, oké. Ja, dat klopt, mensen. Had ik ook ooit gezegd. Als deze guy 100.000 volgers krijgt, gaan we 24 uur lang wc-rollen over Steven gooien. Dus volg hem op Instagram. @dewcrol. Even kijken, hoeveel volgers heeft hij nu eigenlijk? Hey, je hebt al 25.000 volgers. Ah. Wc-rollen over Steven, let's go. Hanwe en Steven zitten geïnteresseerd naar Hanwe zelf te kijken. Nah, nee. Why? Sorry, Hanwe. Oh, nee. Wat nou weer? Pen, I have an apple. Nee! Altijd pakken jullie me. Besef dat deze twee een relatie hebben. Hey, ja, boys. Wat verwacht je dan met zo'n smooth kopie? Soort een Hanwe screenshot challenge. Oh, oké. We moeten de video pauzeren en die Hanwe ben jij. Ik doe ook mee, boys. Ik doe ook mee. Oké. Oh, het gaat snel, Stop! Blonde Hanwe! Nee! Waarom voor elke Hanwe die ik kan hebben, kies ik de Hanwe die ik nu niet ben? Oké, wacht. Ik doe het nog een keer. Deze keer wacht ik wat langer. Oké. Welke Hanwe worden we? Bam! Oh, oeps. Bam! WC-lol, Hanwe! Hey! Let's go! Drukte eerst mis, sorry mensen. Sorry, Hanwe, maar besef, dit komt allemaal uit 2 Reddit-video's. Oh, weer mijn buik. Gaat weer mijn buik zijn. Oh, mensen, luister dan. Ik ben weer dik geworden, ja? Ik ben weer dik. Zo, zijn jullie nu blij? Oh. Few moments later. En jullie weten toch, ik ben niet dik. Ik ben gespierd. Much later. Yeah, update over de buik. Nog steeds vetje. Very boring minutes later. Ik word niet zo. Ik ben niet eens dik. Ik ben gewoon een beetje mollig. Ja. Waarom heb ik jullie ooit ook gewoon zoveel buikupdates gegeven? Hé, buikupdate. Jullie gaan hem niet zien. Oh. Glenn van Dijn. Nou. Steven. Hey. Je kan zeggen wat je wilt. Maar Steven begint ook een beetje smooth te worden hoor. Oké. Dames, hij is nog single. Dus ja. Ja, je weet hè. Sla je slag. Hanwe is al genaaid door Joey, maar nu nog even 5 keer. Nee. Nee, we gaan door. Bewijs waarom Hanwe slim is. Nou, daar gaan we toch. Wat? Hallo? Wat? Hé, wat is gebeurd met mijn computer? Oh. Nee! Boys, nee! Ik ben erin getrapt, nee! Nee, het was een plaatje! Oh, nee! Hey, ik knip dit uit de video. Ik ben niet dom. Hey, zo kunnen jullie niet zijn, man. Nathalie in haar puurste vorm. Ik ben bang voor niemand. Maar dat ding, Nathalie. Het maakt me bang. Ontmoet de Nederlandse YouTubers. QC. En zijn knol. en ik ben zo'n gillende vrouw. Nou goed mensen, we zijn alweer bij het einde van deze video. En dan de grote vraag, wat was de beste meme van deze video? En dat was echt een hele simpele, maar ik vond hem wel de beste. Namelijk de Joey als hij moet poepen meme. Hey! Gefeliciteerd met je €50. En voor de rest, jullie weten wat jullie moeten doen. Abonneer op mijn kanaal, haal je ticket voor de livestream en like ook nog even de video. Maar ja goed, dan zou ik zeggen later. Yep.